Nou, ik ga even mijn haar masseren. Ja, masseren. Ja, ik ga mijn haar masseren met olijfolie. 4 minuten lang. Dus ik zou zeggen, zometeen krijgen jullie ook wel te horen waarom ik dat heb gedaan. Olijfolie in het haar masseren, 4 minuten lang. Ja. En dan een tijd. Een week lang. Niets dan. Nee, een week lang moet je dit dus doen. Ja. En dan 3 weken niks. Oké. Want dan groeit je haar sneller, zeggen ze. Gaan het gewoon proberen, kijk wat wordt. Dus 4 minuten lang, iedere dag. Ja. Een week lang. Inmasseren. Ja. En daarna lekker uitspoelen, dus lekker douchen. En dan moet je haar, normaal dan groeit je haar per maand 1 centimeter. ja. En dan als het goed is met olijfolie, Ja. door je haar of kokosolie, maakt niet uit, als het maar een olie is. Ja. Als je dat dus een week in je haar gaat masseren, dus zo, dus hier moet je dus masseren. Ja. Daarom ook lekker met je hoofd naar voren. Ja. En dan, als het goed is, dan groeit je haar dan met 3 of 6 centimeter langer per maand. Oké. Maar moet je alleen aan de voorkant masseren, Ja, niet aan de achterkant. alleen aan de voorkant. Niet aan de achterkant. Nee. Waarom is dat? Ja, dat weet ik ook niet. Ik krijg geen Engels verstaan. Ik zou denken dat al je haar zou willen laten groeien, niet alleen aan de voorkant. Je haar, dat groeit vanaf hier ook. Ja, maar je hebt achter ook nog haar zitten. Ja, dag, schat. Jij iedere keer een beetje vragen? Donderop. Echt niet. Dan moet je maar eens een keertje YouTube gaan kijken. Nee, Filmpjes kijken. maar we maken nu een filmpje, dus dan kun je daar misschien vragen beantwoorden van kijkers. Ja, ik weet ook niet altijd alles. Dat zeg ik. Ik ken geen Engels. Nee, Dank u. dan gaan we dat straks toch even in het commentaar zeggen. Dat is toch geen probleem. Nee, precies. Mooi. Dus gedurende de week, iedere dag, 4 minuten met olijfolie. Of kokosolie, of wat dan ook voor olie. Maar geen bakkenbraad. Geen bakkenbraad, gewone biologische olie, laat ik het zo maar even noemen. Inmasseren, een week lang. Dan 3 weken niet. Rust. En na deze 4 minuten inmasseren, uitspoelen onder de douche. Ja, met shampoo of wat dan ook. En dan laten drogen of opdrogen, weet je het? Ja, Handdoek, gewoon gewoon normaal. drogen. Normaal drogen. Niet met de föhn. Mag, ja, tuurlijk mag dat. Oké. En dan 3 weken rust en dan weer een week lang iedere dag 4 minuten opnieuw inmasseren. En dat moet je dan 3 maanden doen? Weet ik dat? Of kan het hele jaar, ja, dat zou ik het hele jaar door kunnen doen. Goed tekst daar. Tot lang genoeg is. Want ik heb eens een keertje wat beloofd aan mijn opa, en die dus niet meer leeft, om mijn haar eens een keertje lekker lang te haar laten groeien. Dus dan ga ik dat doen ook. Oké, nou mooi. Vier minuten lang. Ik zit nu op anderhalf. Zo. Nou, dan gaan jullie het helemaal meemaken en die 4 minuten hoe ik ga haar masseren in mijn haar. Ja. Oké, 4 minuten zijn om. Nu al? Ja. En dan volgt het. Nou, gewoon, normaal. Normaal. Ja, dat is om dan lekker douchen. Oké. Laat het zo lekker zo eventjes in mijn haar even. Dat lekker zin. Even. Je zit gewoon een beetje door mijn hele haar heen zit. Ja, joh, je mond. Tja. Je merkt er eigenlijk nu nog niks van.